Michael van der Werf speelt zaterdagavond tegen zijn nieuwe club Vitesse. Ja, dat klopt. Ik ben wat van gevoel. Ik ga met een gevoel net als anders eigenlijk. Ja, het is natuurlijk apart. Ik speel tegen mijn club waar ik volgend jaar speel, maar op dit moment speel ik voor PEC Zwolle. Dus ja, ga ik gewoon de wedstrijd in net als altijd. Ron Jans start met Nesit in de spits en Bram van Polen keert terug naar een blessure. Hoe denkt Van der Werf over de kansen van PEC tegen Vitesse? Nou ja, kijk, Vitesse is in goede vorm. Wij wat minder, maar los daarvan maken wij genoeg kansen. We hebben al vaak laten zien dit seizoen dat we uit en thuis wedstrijden kunnen winnen. Dus waarom dan ook niet? Twee aanvallende ploegen, hè? Verwacht je een leuke wedstrijd? Ja, dat klopt. Een leuke wedstrijd voor het publiek. Misschien een open wedstrijd. Wat je zegt, als twee ploegen aanvallend spelen, dan zal een hoop gebeuren. Je stapt over naar Vitesse, zei je net al. Ja, je bent nu nog bezig met PEC natuurlijk. Maar waarin is Vitesse nou echt een betere club dan PEC? Vitesse die loopt al wat langer mee, zeg maar, in de Eredivisie. Die zijn, wat jij zegt, groter, met name in begroting, spelers, selectie, ervaring, dat soort dingen. Ja, je bent natuurlijk nu 25. Speelt het financiële plaatje dan ook een rol? Financiële plaatje speelt zeker een rol, dat is belangrijk. Ik heb een vrouw en een kindje thuis, dus wat je zegt, financieel... Ga je erop vooruit? Ja, dan ga ik vooruit. Ja.